over Inktober hebben. En wat is Inktober? Ja, Inktober. Ik heb meegedaan in 2017. En ze hebben een eigen pagina, Inktober. En ze doen het elke oktober. Dus oktober komt er weer aan. Dus dan ga ik het even weer over Inktober hebben. Inktober is gewoon hartstikke leuk. Je hebt er veel plezier aan. Als je tekening leuk vindt of interesse erin hebt. Maar je kan het ook gewoon leren. Dus ook voor de mensen die het iets minder kunnen. Hele maand teken je dus illusies. Of thema's, objecten. Van alles. Ik laat je straks ook even een paar tekeningen zien. Wat heel belangrijk is aan Inktober is dat je dus inkt gebruikt. Dus zo fijn mogelijk. Stiften is het allerbelangrijkste. En balpennen. En ja, potloden kan ook. Maar dat is niet zo mooi. Dat hoort ook niet bij Inktober, vind ik. Witte stiften zijn ook prima. Gekleurde stiften zijn prima. Maar je hebt ze ook op waterbasis. Ja, sorry, ik heb een koortslip hier. Dat lijkt net dat ik iets in mijn hoek heb. Maar dat is een koortslip. Ziet er niet zo denderend uit, maar sorry. Sorry. Ja, ik heb ze in allerlei soorten maten. Ja, je hebt ze in groot. Je hebt ze nog groter. Je hebt ze dan in klein. Dit is echt een fineliner. Deze zijn echt voor details. Dus als jij een klein schilderijtje moet tekenen of je moet een heel klein poppetje tekenen, dan is dit de juiste. Maar je hebt ze nog kleiner. En dit. Maar je hebt ze in allerlei soorten vormen, hoor. Je hebt ze nog groter, die stift. Het is gewoon heel handig als je ze in allerlei maten hebt. Ja. En je hebt het ook zo een. In zo'n variant. Klein. En, maar ja, je kan ook met een balpen, een goedkope balpen, dat kan ook. Maar je kan ze ook op echt op merk gaan bestellen. Nou, ik heb meegedaan dus. En ik laat je even een paar tekeningen zien. Om breken. Ik weet eigenlijk niet wat het is. Ja. Of een hart die uit elkaar getrokken wordt. Ja, heel gruwelijk, maar ja. Dat is D2. Maar doe ook op elke tekening die je tekent, doe een dag erop. Dus D of dag 12. Met van die, hekjes. Of... En zet er ook gewoon Inktober bij. Ook heel belangrijk, met je naam erbij. En het is gewoon heel leuk om dat te doen, als je vrije tijd hebt. D3 heb ik, stond erbij als thema potion. Dat heet als gif. Dat betekent als gif in het Engels. Deze heb ik eigenlijk een beetje op internet gezocht. Die staat er wel gewoon bij giftekeningen. En dan kom je deze. Maar deze, dit is heel fijn, deze tekening. Dat kan je wel zien. Alles moet heel fijn zijn. En. Is D5 Long Mountains. Dus iets met bergen. Heb ik ook gedaan. Maar ieder doet anders. Hè? Je hoeft niet alles hetzelfde te doen. De ander doet zo en de ander doet zus met bergen. De ander doet dat met bergen. En iedereen is wel zo creatief mogelijk om dat te doen. Dit is een zwaard. Een sword. Dit heb ik eigenlijk met houtskool gedaan. En houtskool moet je eigenlijk mee oppassen soms. Want het overheerst soms over de hele tekening. En dan is het helemaal kliederig en dan heb je alles in je handen zitten. En dat is heel smerig. Maar kijk, met houtskool kan je wel mooie schaduwen tekenen. En dan kan je mooi uitvegen en dat soort dingen. Shy. Hier kan je weer zo'n hele dikke fine liner gebruiken. Veel mooier. Zo'n grote tekening kan je fijn, mooi ook gewoon inderdaad met een dikke fijnlijn doen. Maar als je... En thema D16 vet. Nou, vet. Nou, volgens mij kennen jullie dit wel. Dit is Family Guy. En hier, kijk, hier kan je ook met zo'n hele fijne fijnlijnen. Daar is die wel geschikt voor. En dit en ja. En kijk, zoals deze dikke deuren en zo kan je wat dikker doen.
En dit, ja, dus ja. Dit is Cloud, D19. Dan zit hij in de, ja, in de wolken. Dat is een luchtballon. En die zit eigenlijk in de wolken. En die ziet er heel krachtig uit. Maar dit is gewoon heel leuk voor Inktober. Het is gewoon, ja, zwart op wit. Dat heb ik zelf allemaal bedacht, deze twee. Deze is diep. Dus dat betekent heel diep. En dag 20. En dat is dus diep. Dat is de liefde. Hij mist de vrouw, dus ja. Ik hoop dat je het goed kan zien. En deze, dat is... En deze is Furious, of kortom boos. En deze heb ik wel op internet gezocht. Want ik was eventjes, ja, ik wist het gewoon niet meer. De trail, en dat is D22 en dat heet eigenlijk weg, of ja, trailspoor is het eigenlijk. En deze heb ik ook zelf bedacht en dit is, loopt helemaal ver in de verte en dit is gewoon, ja, dit kan je heel mooi met een fijnlijnen doen, deze details en dit. Juicy is D23. Eeuw, is sappig. Meloen, die uit elkaar spat. Je moet er net gewoon op komen. Ja. Fijne tekeningen, dat kan je het gewoon niet doen. Kijk, dit zijn mijn andere, ja, tekeningen. Die ik toen getekend heb. Mocht je deze tekening leuk vinden en je wil meer over mij weten en over mijn tekeningen. Abonneer op mijn andere kanaal. Elke zondag post ik weer een nieuwe video. Tekenvideo waar ik weer aan het tekenen ben. En mocht je daar geïnteresseerd zijn of je vindt het hartstikke leuk om te tekenen, abonneer op mijn kanaal, op mijn andere kanaal en deze kanaal natuurlijk. En ja, 1. Schaf goede materialen aan. Het moet niet zo zijn dat als je aan het tekenen bent en het knapt van alles wat af of het maakt geen goede, ja, het tekent niet goed of... Schaf gewoon goede materiaal aan. Dat hij het goed doet. Dat hij stiften doet. En ja, van alles. Maakt eigenlijk niet uit. Goedkoop, duur. Als je maar goede, dat hij het goed doet. En als je fijne lijnen hebt. Of inkt. 2. Maak een promptlist. Ja, een promptlist. Ja, of maak een soort van aantekening. Maak daar op die dag wat je moet tekenen. Dus als jij op de officiële lijst staat, bijvoorbeeld je moet op dag 3 water tekenen. Maak gewoon even een soort van checklist van, oh ja, dat moet ik tekenen, dat moet ik tekenen en dat moet ik tekenen. Oh ja, dat ben ik niet vergeten. Oh ja, ik moet ook nog naar school, ja. Ja, oh ja, hoe zat het nog maar weer? Ja, oh ja, dan kijk je weer op de lijst. Oh ja, ik moet dit tekenen, ik moet dat tekenen. Oké, okay, en dan wijst dat wel van zich. En dat is, maak gewoon het zo makkelijk mogelijk voor jezelf. Teken of schrijf gewoon wat je moet doen. 3. Maak een sketch. Als je niet zoveel tijd hebt, of je moet naar school, of je hebt helemaal geen tijd om te tekenen voor die dag. Ja, maak een heel makkelijke tekening, snel mogelijk. Of ga even oefenen met die tekening. Oh ja, zo moet die getekend worden en dan komt die gewoon goed op papier. Ga op internet kijken naar de makkelijkste tekening. Bijvoorbeeld als je een vogel moet tekenen. Ja, ga dan een badeend tekenen. Ja, dat is ja makkelijk. Of ga dus niet een roofvogel tekenen. Dat is gewoon heel moeilijk. En er zit gewoon heel veel tijd in. Ga gewoon heel makkelijk iets verzinnen. Wees gewoon creatief. En verzin gewoon iets. Het is gewoon heel makkelijk. 4. Have fun. Gewoon heb plezier in je tekeningen. Heb gewoon veel plezier in wat je doet. En dat is heel belangrijk. Met alles is dat zo. En ja, dat is ook met tekenen zo. Als je het gewoon heel stuk leuk vindt, dan is dit ook gewoon de leuke ideale ding om te doen. Ik hoop dat je deze video hartstikke leuk vond. Doe de blauwe duimpjes omhoog. Dat vind ik ook leuk. Abonneer op mijn kanaal. Dat vind ik ook leuk. En klik op de notificaties, op die bel. Dan hoef je nooit meer een video van mij te missen. Dat zeg ik al 100 keer volgens mij. En ja, tot volgende week.